Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is donderdagochtend heel erg vroeg. En ik moet eerlijk zeggen, ik voel me een beetje waterig. Ik heb slecht geslapen, mevrouw de burgemeester. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester. In de hele wijde wereld, of all time. En deze video is een beetje een soort follow-up op een vorige video. En toen heb ik mijn mening gegeven, mijn licht laten schijnen op dit. Noodplan Amsterdam, scholen mogen vierdaagse lesweek invoeren tegen lerarentekort. Ik zou zeggen, bekijk die video, je kunt hem weer vinden op het kanaal. Het is een uitgebreid artikel van het Parool, van Michiel Cousy, Hanneke Keultjes en Raunak Gadari. Sorry. En wat gaan we doen is nog maar 4 dagen les. En op die 5e dag krijgen de kinderen burgerschapstraining. Het wordt ook wel burgerschapskunde, burgerschapsonderwijs of burgerschapsvorming genoemd. Het klinkt een beetje Nazi-Duitsland en dat is het dan ook. Het artikel legt uit dat we kampen met een ware onderwijscrisis. Een onderwijscrisis. We komen honderden leraren tekort hier in Amsterdam. Geen les. Weet je. En op de 5e dag komt er dan een zogenaamde onbevoegde professional voor de klas staan. Ja, naar mijn bescheiden mening is een onbevoegde professional net zoiets als een leeg glas bier. Hi, wil jij wat drinken? Ja, graag. Hier, een leeg glas bier. Heb je ook een vol glas bier? Nee, dat hebben we niet. Een onbevoegde professional staat hier. Ik zou zeggen, lees dit artikel. Het is door zo spannend. 360 docenten tekort. 10.000 Amsterdamse kinderen zijn de pineut. In Amsterdam Nieuw-West, waar wij wonen, daar gingen scholen zelfs dicht. En daarna komt er de oplossing, namelijk, we gaan de zijinstromers erbij halen. We gaan zorgen dat leerkrachten eerder een woning krijgen. Dus die worden een soort aparte klasse, een soort Übermenschen. En wij zijn een soort Untermenschen, wij krijgen allemaal niet eerder een huis. Dan gaat de gemeente hun reiskosten betalen. Want sommige van die leerkrachten die moeten helemaal van ver naar Amsterdam komen. En dan dus goedkoper en sneller een huis. Dan hebben ze 14% loonsverhoging gehad. En je hoeft nog maar 4 dagen in de week te werken voor hetzelfde salaris. Dus dat is nog een keer 20% loonsverhoging. En als we dat allemaal doen, en extra geld, en extra geld, en extra geld, en extra geld, als we dat allemaal doen, ja, dan is het nog maar de vraag of dit gaat werken. Maar die tekorten aan leerkrachten, die onderwijscrisis, die gaan we het hoofd bieden. Zijn we er dan? Wat denkt u, mevrouw de burgemeester? Zijn we er dan? Nee, die onderwijscrisis, reuze leuk dat er over geschreven wordt. En leerkrachten verdienen te weinig en de werkdruk is te groot en te weinig leerkrachten. Maar er zijn veel grotere problemen in het onderwijs. Die onderwijscrisis is voor ons, ouders met een kind op school in Amsterdam, helemaal niets nieuws. Die onderwijscrisis is gaande vanaf groep 1 en ze zit nu in de tweede klas van de middelbare school. Het is een absolute ramp, het onderwijs van Amsterdam. En dan gaan we een beetje doorheen fietsen samen. Let u op, mevrouw de burgemeester. Onderwijsinspectie heeft een onderzoek gedaan. Schoolexamens niet in orde bij meer dan de helft van de onderzochte scholen. De schoolexamens van het merendeel van de scholen die de onderwijsinspectie onder de loep nam voor een grootschalig onderzoek. We komen tekortkomingen. Dit is het Parool, 4 februari. Bij 70% van de scholen bleken er wettelijke tekortkomingen te zijn. Dus we geven die gekken heel veel geld en extra leerkrachten bij en dit en dat. Maar dan heb je nog steeds shit. Ja? Dan heb je nog steeds shit. Want de schoolexamens krijgen we niet voor elkaar. Goed. Gaan we naar het hoger onderwijs. Studenten massaal aan de Ritalin voor studieprestaties. Voor de mensen die niet weten wat Ritalin is. Het is een medicijn wat geslikt wordt door mensen die ADHD hebben. Attention Deficit Hypertension Disorder. Er zijn meerdere medicijnen voor. Ritalin is het bekendste. Dit is ook het Parool. Dit is Marit Attasio. En dit is van gisteren. Wat staat hierin? Nou, er staat hierin dat
De onderzoekers keken naar het gebruik van medicatie onder studenten. Daar kwam onder meer uit dat een groeiende groep gebruik maakt van Ritalin, een medicijn tegen ADHD, om concentratieproblemen te verminderen. Een groot deel van de groep is niet gediagnosticeerd met ADHD, maar gebruikt de medicijnen toch. Wat gebeurt er als je dit neemt? Je wordt heel up. Je wordt heel up, heel wakker van. Dus die studenten die door die studeren overdag en dan 's avonds werken of uitgaan en dan daarna hup, Ritalin erin en knallen en de hele nacht blokken. En op het laatste moment toch nog je toets halen. Nou, dus er zit meerdere getuigen daarin van studenten die het nemen. Hier, studenten Manon. Wanneer ik heel hard moet blokken voor toetsen, neem ik er eentje, ga ik leren als een gek. Ik kan dan makkelijk 20 bladzijden lezen in 10 minuten. En ze krijgt het van een vriend die wel ADHD heeft. Ja, en ja, grote waarschuwing erbij. Het is niet verstandig, het is slecht voor je gezondheid. En op het moment dat je er alcohol bij gaat nemen of andere dingen die je goed eet, gaat het helemaal mis. En er is dus een fantastisch illegale handel van kinderen die minderjarig of misschien ook volwassenen die lijden aan ADHD, die krijgen zoveel Ritalin als ze maar willen. Want Ritalin zit gewoon in je verzekeringspakket. En die worden vervolgens verkocht aan studenten. Dus blijkbaar is de werkdruk voor studenten te groot. En daarom gaan ze allemaal aan de drugs. En dan is dit van vandaag. Ook in Amsterdam. Klachten over school voor persoonlijk onderwijs. De onderwijsinspectie heeft 8 klassen. Dit is 6 februari. Ja. Een groot onderzoek naar een school die werkt met kleine klassen en weinig huiswerk. Een vestiging in Utrecht kreeg onlangs van de onderwijsinspectie al het predicaat zeer zwak. Hartstikke leuk. Ja, dus noodplan Amsterdam. Zoet je geld erin? Ja, we kunnen de schoolexamens niet echt regelen. Ah ja, al die studenten zijn aan de doop. En zo af en toe vinden we weer eens een school die het helemaal niet doet. Ik heb ook al een uitgebreide video gedaan over het Haga Lyceum hier in Amsterdam-Nieuw-West. Waar echt oorlog, de Nederlandse staat heeft een soort oorlog. En de Nederlandse media hebben die arme school de oorlog verklaard. En daar hebben ze gek genoeg geen leraren tekort. Dat is de eerste salafistisch-islamitische middelbare school van Amsterdam. En vanaf het moment dat die school open is, is het oorlog. Nederlandse overheid plus media tegen die school. En dan is dit van enige tijd geleden. En dit is volgens mij het belangrijkste onderzoek. Scholieren vinden lessen saaier en het cijfergemiddelde daalt. Dit is van nu.nl. Het interesse van scholieren in schoolvak is de afgelopen 8 jaar flink afgenomen. Jongens zijn vooral negatief over talen. En meisjes vinden levensbeschouwing, gym en informatie kunnen saaier worden. Ook daalt het cijfergemiddelde van alle scholieren, blijkt maandag uit een onderzoek van kenniscentrum Kompas. Staat hier 6 februari, maar dat is niet de dag dat ik dit las. De scholieren konden op basis van de schaal van 0 tot 100% laten weten hoe interessant zij vakken vonden. Volgens de onderzoekers nam de interesse af van 12 naar 9,5%. Dat is echt afschuwelijk. En dan zegt er hier iemand, hier, onderwijsinspectie, kwaliteit neemt al 20 jaar af. De inspectie van het onderwijs luidde vorig jaar een noodklok en stelde dat het onderwijs in Nederland in de afgelopen 20 jaar slechter is geworden. Ze kunnen veel kinderen aan het einde van de basisschool niet lezen. Dat staat er echt. Let u op, mevrouw de burgemeester. Noodplan Amsterdam. Die kinderen vinden het ondertussen shit. Dus we gaan die leerkrachten meer geld geven, et cetera. Maar dan hou je nog steeds deze problemen. De examens zijn niet in orde. Die kinderen vinden het kut. De studenten zijn aan de doop. En zo af en toe zit er een school tussen waar het echt helemaal waardeloze shit is. Waar ligt dat aan? Ja, dat komt door het toenemende lerarentekort en de stijgende werkdruk voor leraren. Het ligt aan de smartphones, maar het is totale en complete onzin. Maar dan komt ie. Veel lesuitval en leraren met burn-outs vertalen zich naar een lagere waardering voor vakken. Hij noemt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Een ander probleem is de dalende stimulans van ouders. En dan komt het. We gaan terug naar de jaren 50, mevrouw de burgemeester. Let u goed op. We gaan terug naar de jaren 50. Nederlandse gezinnen bestaan steeds vaker uit 2 verdieners. Het beeld van de moeder die het kind opvangt met een traditionele theepot komt steeds minder voor.
Nou, de burgemeester Halsema en ik, we hebben ons onderwijs genoten. De jaren 70, jaren 80. En dan hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs gedaan. Ik heb de universiteit gedaan, zeg maar begin jaren 90. De moeder die het kind opwacht met een theepoot, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En dus vanaf de jaren 70 komt dat niet meer voor. Maar deze meneer, ja, die leeft in de jaren 50. En ja, het ligt aan hun smartphones natuurlijk. Ja, het is de lesuitval. Leraren hebben burn-out. En we hebben lerarentekort. Maar luisteren naar die kinderen. Van, hey, hoe maak je het interessanter? Dat zit er niet in. Het ligt aan hun smartphones. Het ligt aan hun ouders. En hoge werkdruk. En burn-out. En lerarentekort. Totale onzin natuurlijk. Het is al 20 jaar gaande. Dus, mevrouw de burgemeester, ik ga toch nog een keertje mijn beklag doen over het noodplan. Ik denk dat dit een pleister op een gapende wond is. Weet je wel, vinger in de dijk, denk ik. En ik denk dat het erger wordt, niet beter. Ja? En als ik u was, zou ik meer gaan luisteren naar dit. Naar die kinderen. Als kinderen er namelijk geen zin hebben, maakt niet uit of er voldoende leerkrachten zijn. Of die leerkrachten goed betaald worden. Als die kinderen zeggen, dit vind ik afschuwelijk kutvak, hier ga ik geen ruk voor doen. Dan houdt het helemaal op. En als ze aan het einde van het jaar examen moeten doen en die examens zijn niet in orde, dan houdt het nog een keer helemaal op. Ziet u mijn punt, mevrouw de burgemeester? Ik denk, ja, god, zo kijk ik er tegenaan. Ons kind vindt onderwijs een soort gevangenis, vindt ze het, een soort gevangenis. En ze vergelijkt het ook heel vaak met kindermishandeling. Maar zo verwend is ze niet. En dan zeggen wij van, ja, gut, als wij dat lesmateriaal bekijken en zo'n beetje horen hoe het naartoe gaat in de klas, dan begrijpen wij dat kind natuurlijk volkomen. Dus ik zeg, als we nou eens dat noodplan, nou eens gaan richten op die kids. En niet de standaard formule van, oh, we gooien er wat extra geld in gaan en we nemen wat extra vrijwilligers aan, die een dagje burgerschapstraining komen geven. En wat denken we hier? Die kinderen die dat onderwijs nu al super saai vinden. Het onderwijs scoort een 9,5 uit 100. Denken we dat ze burgerschapstraining echt heel leuk gaan vinden? Ik weet 100% zeker van helemaal absoluut niet. Sterker nog, als ik mijn kind neem, de burgemeester Halsema heeft er 2. Die zijn dezelfde leeftijd als die van ons. Die van ons, die weigert dat. Die gaat geen burgerschapstraining volgen. Zoals opgelegd door de staat. Dat kun je echt gevoeglijk vergeten. Die van ons is een vleugje anarchistisch. Ja, lieve mensen, dat was hem weer. Dat is mijn mening. Ik denk dat erger wordt niet beter, zelfs met dat noodplan. Dank jullie wel en tot de volgende keer.